Dit is een bespreking van Eneïs boek 6, regel 42 tot en met 54. Na zijn vertrek uit Troje is Eneas aangekomen nu in Cumae. Na tussenstops in Thracië op Delos, waar hij een orakel krijgt van Apollo, dat hem alweer de toekomst voorspelt. Creta, Epirus, Sicilië en na een schipbreuk in Carthago hebben we gezien, waar de episode met Dido plaatsvindt. Vanaf Dido, vanaf Carthago, vaart hij weer naar Sicilië. En nu is Eneas aangekomen in Cumae. Hij is daarheen gegaan op aanraden van zijn vader Anchises, die inmiddels overleden is. Anchises verscheen hem in een droom en raadde hem aan om in Cumae de waarzegster de Sibylla te raadplegen voor zijn verdere toekomst. In boek 6 komt dus opnieuw een toekomstvoorspelling. In de eerste drie regels wordt de grot van de Sibylla beschreven, waarin zij haar toekomstvoorspellingen doet. Excisum moet je est aanvullen. Excisum est is uitgesneden, is uitgehouwen. Onderwerp is latus, een zijde van de euboikai rupes, in hyperbaton congrueren met elkaar. Een zijde van de euboïsche rots, die is uitgesneden in antrum, tot een grot. En dat ingens wat daar staat, dat congrueert met een grot, dus nog een hyperbaton. Die rots in Cumae in Italië, die heet Euboïs, terwijl Euboia een eiland in Griekenland is, omdat Cumae gesticht is door Grieken die van dat Griekse eiland afkomstig waren. Dus we zien nu die grot. Waarheen doekunt, waarheen leiden, onderwerp is lati aditus, waarin brede toegangen leiden en wel 100 brede toegangen. Ostia, monden 100, met die ostia, die mondingen, daar worden dus opnieuw die aditus mee bedoeld. Dus die grot die heeft 100 toegangen. Vanwaar, dus uit die toegangen, roeunt, stormen, rennen, evenveel stemmen. Dus uit die toegangen, die 100 toegangen van die grot, daar komen geluiden uit. Vanwaar stormen, evenveel stemmen. En dat zijn dan de responsa, de antwoorden, dus de toekomstvoorspellingen, Sibyllae in de genitivus, van de Sibylla. Ventum erat, letterlijk er was gekomen, dus Eneas en die Sibylla die komen ergens aan. Ad limen, tot de drempel van die grot natuurlijk. Toen Virgo, de maagd, het meisje, dat is die Sibylla natuurlijk. En dat is onderwerp van dat aïd wat daar staat. Toen de maagd zei. Wat zegt ze? Tempus est moet je aanvullen. Het is tijd om te poskeren, om te vragen naar fata, lotsbestemmingen. Deus ecce deus. Die Sibylla ziet kennelijk de god Apollo aankomen. Deus, kijk, de god is er. Cui, aan haar, relatieve aansluiting waarmee die Sibylla wordt bedoeld. Aan haar, dergelijke dingen zeggende, Thalia verwijst naar het voorafgaande. Ik word nu bezeten door de god, zegt die Sibylla, je kunt nu de toekomst aan mij vragen. Dus terwijl ze dergelijke dingen Thalia zei, en dan het hoofdwerkwoord, dat staat daar, bleven een aantal dingen niet hetzelfde aan haar uiterlijk. Dat staat hier. Dus aan haar bleven niet haar gelaat, niet haar kleur, één. Dus hetzelfde. En ook niet bleven haar komtai, verzorgd. Dan heb ik een paar dingen overgeslagen, dus ik doe het even vanaf het begin. Aan haar dergelijke dingen zeggende, voor de deur van die grot natuurlijk, bleven plotseling, subito, niet haar gezicht, niet haar kleur dezelfde, niet bleven, dat stond daar, haar haren komtai, verzorgd, maar haar borst,
Was moet je aanvullen. Anhelum was hijgend, dus ze raakt in trance als het ware. En door bezetenheid, schuimen waren gezwollen, toement. Corda is eigenlijk meervoud, ik heb het met enkelvoud vertaald. Haar harten, haar wilde harten, die waren gezwollen door bezetenheid. En groter, major, om gezien te worden, staat er letterlijk, om gezien te worden. Dus ze ziet er groter uit. En ze ziet er goddelijker uit. En niet mortale, sterfelijk, klinkende was zij. Afflata est, dat omdat, dat staat daar, quando, dus dit is een bijzin. Omdat ze aangeblazen is, staat er letterlijk, omdat ze geïnspireerd is of werd door de goddelijke macht van de God. Dus ik heb numine dei is vertaald door de macht van de God. En bij die numine, daar congrueert nog mee propriore. Propriore, dichterbij zijnde al. Dus ze is geïnspireerd door de... Nee, omdat ze geïnspireerd is door de macht van de God die Jam al dichterbij was. Kessare betekent treuzelen, Kessa's, de Sibylla spreekt tegen Aeneas en zegt, treuzel jij in vota naar geloften, staat er letterlijk, hè, zou je niet eens opschieten om de God iets te beloven, en treuzel jij naar gebeden, zei ze, onderwerp van Aïd is dus de Sibylla. Tros is een Trojaan, Trojaan Aeneas in de vocatives, treuzel jij, neque enim, want niet eerder, dus niet eerder dan dat jij gebeden hebt en aan Apollo iets beloofd hebt. Letterlijk zullen vaneen gapen, zullen opengaan. Onderwerp zijn die ora, dat zijn de monden domus, de monden van het huis. Dus dat zijn die ingangen van die grot die net genoemd zijn. Want niet eerder zullen opengaan de monden van het huis, dan hou je twee bijvoeglijke naamwoorden over. De grote monden, dat is magna, congrueert met ora. En atonitai met het vrouwelijke domus. Van het gedonderde betekent het letterlijk het verbijsterde, het aangeslagen, het door de God geïnspireerde huis. Want dus niet eerder zullen opengaan de grote monden van het bedonderde, gedonderde huis. En dergelijke dingen. Fata van het deponens fari, wat zeggen betekent. Dus fata actief vertalen, gezegd hebbende dergelijke dingen. Talia is meervoud onzijdig. Fata is vrouwelijk enkelvoud, want het slaat op die Sibylle. En nadat ze dergelijke dingen zei, conticuit zweeg ze.